Oh, dit is heel slim van je. Oké. Daar gaan we. Nee! Mijn eigen story. Daar gaat ie. Je hebt het goed! Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat tof dat je naar deze nieuwe video kijkt. Vandaag met niemand minder dan... Masha! Yay, en het is nog steeds Challenge Week! Marcia, ik vind het weer super gezellig dat we zijn verenigd. Ja. Is dat een woord? Ja, volgens mij. Verenigd. Ja. En vandaag gaan we een heel erg leuk spel doen. Hoe vaak zit jij per dag op Instagram? 80 keer per dag, denk ik. Ja, ik zag het laatste. Je kan dat tegenwoordig zien, hè? Op je iPhone. Dat je een soort van... Het is zo confronterend. Dus ik zie eigenlijk altijd alles voorbij komen. Maar ik zie ook vaak dezelfde dingen voorbij komen. Een beetje de zogenaamde Instagram clichés. Ja. Zoals bijvoorbeeld foto's van sushi, katten, honden. Ja, op een strand. En daar gaan we vandaag een challenge mee doen, want wij gaan raden welke YouTubers of andere bekende mensen die clichés op dit moment in hun story hebben staan. Ja. En dat noemen we Instagram Cliché Roulette. Yay! Yay! Een geweldig spel, hoop ik. Ik heb het zelf bedacht, dus ik hoop dat het leuk is. We gaan het meemaken. Hierin heb ik allemaal briefjes zitten en daar staan de clichés op. Okay. Die gaan we om de beurt eruit halen. Ja. En dan moet je het voorlezen en dan zeggen wie hetgene wat er op het briefje staat nu in zijn Instagram story heeft staan. Vraag je, moet het de eerste story zijn? Nee, dus misschien is het slim om iemand te nemen die altijd 100.000 dingen in zijn story heeft staan. Dan heb je een grotere kans. Ja. Tellen die bubbels mee. Wat zijn bubbels? Ja, die highlights. Oh, dat. Nee, nee. Ja, dan is het wel heel makkelijk. Nee, highlights tellen niet mee. Okay. Het is echt wat er 24 nu... 24 uur. Precies, en daarom mocht je ook, dat hebben we allebei niet gedaan, we mochten niet op Instagram kijken vandaag. Het was heel moeilijk, ik tril nog een beetje. Dus, laten we gewoon maar beginnen, maar niet voordat je deze video natuurlijk een duimpje omhoog hebt gegeven. En vergeet niet te abonneren en laat even weten wat jij het irritantste Instagram cliché vindt. Wat vind jij, wat moeten we niet meer doen op Instagram? Wat vervelend, en dan een vakantiefoto, zeg maar. Dat oh ja, zo heel sarcastisch, zo van... Rottig, hè? Ja. Nou, ik maak me er zelf heel vaak schuldig aan dat ik altijd weer goeiemorgen zeg. Elke dag. Ja. Uitzichtfoto's van hoe je wakker wordt. Dat doe ik altijd. Zo mooi. Ik heb mooi uitzicht. Maar dan denk ik, ik heb het nu voor 100 keer laten zien. Oké, we gaan kijken welke clichés er nu op Instagram staan. Okay. Wil jij beginnen? Oké. Story in een liftspiegel. Is echt cliché. Oh, die is heel cliché, maar ook heel specifiek en moeilijk. Heel specifiek. Nou, jij. Nee, maar heb ik hem er nu in staan? Ja, dat denk ik wel. Mijn eigen story. Daar gaat ie. Je hebt het goed! Ik wist het! Oh ja, ik doe dat ook wel heel vaak, inderdaad. Ja, Oh ja, dat heb ik nog niet verteld. De verliezer, die moet een van de clichés posten. Als foto. Wat? Dus het is 1-0 voor Marcia. Maar volgens mij is het zo moeilijk. Dus ik vind het echt knap dat het je lukte. De tweede ronde. Mm-hmm. Ik heb een briefje en er staat... Story van een auto. Oké. Oh, dit is lastig. Ik denk, Enzo heeft heel vaak zijn auto in van alles en nog wat. Gio natuurlijk. Maar je moet eigenlijk één iemand kiezen, want hierna kan je diegene niet meer kiezen. Want als ik nu weer Klopt. Zeg van... Klopt, dan is diegene gewoon is uit klaar. De competitie. Want we hebben alle stories al bekeken. Ik ga voor... Gio. Oké. Is dit een auto? Nee. Ja! Hij heeft zijn auto erin! Eigenlijk heeft iemand anders hem gepost. Maar dit is ook zijn auto. En dit is zijn auto. Oké. Dit had ik niet verwacht dat ik het goed zou hebben hoor. Slim van mezelf. 1-1. 1-1. Ja. Beetje ASMR. Ja. Het wordt... Het wordt story van een hond. Even denken. Ik moet zeggen, ik zie niet heel vaak honden in stories of zo. Nee, hè? Nee, het valt eigenlijk wel mee. Het zijn meer katten volgens mij. Ik wou zeggen, ik denk dat ik meer in de kattenhoek zit dan in de hondenhoek. Ja. Ja, maar wie heeft er een hond nu op zijn Insta-story? Jeetje, wacht, van wie weet ik zeker dat hij echt gewoon een soort van... Oh, Leeuw Kleine. Ja? Die doet heel vaak dat hondje. Ja, ja, Leeuw Okay, Kleine. Oké, Leeuw, daar gaan we. Zijn story. Oh nee, hij zit in Oh, hij is op vakantie. Nee, dit is in een spa in Nederland, denk ik. Oh. Dit is denk ik onze story. Ja? Dit is misschien een dode hond? Nee. Ik heb maar 4 stories. No. Misschien nu. Het kan nog. Het kan nog. Ah, nee. 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 Hij was met andere dingen bezig. Ja. Oh, kijk. Hey, kom eens. Daar is Siem. Siem zit onze opnames een beetje te terroriseren. Nee. Ja, geen punt. 1-1 nog steeds. Ja. Ik ga voor deze. Nou, een story van een kat. Ja, jij hebt ook mij gekozen. Heb jij nu een kat in je story? Oh, durf ik dit aan? Ja, ik durf het aan, denk ik. Ik zie al wel een post, maar dat telt niet. Dat telt niet, nee.
je video. Reacties. Een pot. Nee! Je had er niet geen kat in. Vaak wel. Ik zat ook shit. Echt in. Nee, geen punt weer. Helaas. 1-1. Story waarin goedemorgen wordt gezegd. Wie zegt een goedemorgen in zijn story? Ja, heel veel mensen volgens mij. Wij volgen echt verschillende mensen. Ik zie zelf een hond en ik zie zelf een goede... Oh. Even denken. Goedemorgen. Het kan geschreven zijn of gesproken, dat maakt niet uit. Thomas dan? Zou hij dat doen? Oh. Die zie ik er nog wel. Dat zou wel kunnen. Ja. We gaan Thomas de story kijken. Mm-hmm. Nou, je hebt het goed. Met het uitzicht. Heel cliché. Helemaal cliché. Je hebt een punt. Yes. 2-1. Story van in een vliegtuig zijn. Iedereen doet dit. Ja. Als je in een vliegtuig... Oké, okay, maar wie... Ja. Ik moet dan denken aan Milan. Wie is er nog meer vaak op reis? Misschien Nicky. Nicky Tutorials. Oh ja, ja, ja. Die vliegt heel... Ik ga voor Nicky. Een auto. Richting Schiphol. Oh, ja, richting Schiphol. Sorry, please. Maar, het is maar gewoon Dombo een vliegt. Dombo vliegt. Ja. Laatste kans. Ah, jammer. Oh, jij staat voor. 2-1. Oké. Okay. Story van koffie. Oh, ja. Ook veel. Even denken, koffie. Mag ik ook een merk noemen? Nee. Ik zeg altijd dat ik een koffiemerk. Zeg iets. Diana. Oké. Okay. Ik dacht Jamie. Oeh, goeie. Ze heeft geen story! Ze heeft geen story! Tabet. Geen punt, maar je staat nog steeds voor. Yay. 2-1. De volgende. Story met een outfit of the day. Oh, dit is wel een beetje geweest, dat toch? Dat is wel geweest, ja. Oké, okay, dan ga ik echt denken aan iemand die heel veel met fashion doet, mooie foto's. Moet er staan outfit of the day of moet het een outfit shot zijn? Ik vind gewoon als je van top tot teen laat zien wat je aan hebt zo, dat is toch wel goed? Ja, maar of, moet er echt uit, of moet er echt iets, outfit of the day? Er moet iets van de referentie zijn naar fashion. Oké, okay, ja, ik denk Manon Tilstra moet ik aan denken. Ik ben benieuwd. Fastfood, dat is ook een cliché. Baby. Quote. Oh my god. We tap hebben... hier. Dit is... Nee, tap hier. Nee. Sporten. Jammer. Nee. Ik heb wel een aantal clichés gespot gewoon wel hierin. Ja, die quote vind ik ook een leuke cliché. Ja, quote. Geen punt. Story van een restaurant. Oh, ik weet het wel, denk ik. Ja, heb jij iemand gezien die heeft gegeten? Nee, niet gezien, maar ik denk wel dat ik iemand weet. Oké, okay, doe maar... Monica. Ik dacht hetzelfde. Ik denk dat Monica wel uit eten is geweest. Ik zie stories. Er staat... Heeft ze 1 miljoen volgers? Ja, ze heeft holy guacamole. Ja, baby. Alleen maar de baby. Oh, dammit. Oh, 5 voor 6 ochtends. Oei, vroeg. Ja, maar ze heeft natuurlijk een kindje nu. Dus ja. Nog steeds 2-1. Een story van een selfie zonder iets erbij. Een random selfie. Jill, denk ik. Oh ja, ja. Geen story. Wat is er aan de hand in influence-land? Geen punt weer. Oh, ik moet echt even iets goed hebben. Story met een quote. Oh, die hebben we al gezien. Quotes. Wordt meer op een timeline gepost eigenlijk. En ik volg een paar van die quote-accounts, zeg maar. Alleen dat zijn niet echt, zeg maar... Nee, het moeten wel echt meer... celebrity of YouTubers. Ja. Oh, Fred van Leer. Ik dacht hetzelfde. Die heeft zijn eigen quotes natuurlijk. Ja. Van Leer. Ja... Uitzicht. Hij heeft heel veel stories. Uitzicht, cliché, check. Een restaurant. Oh, ik denk dat Fred alle antwoorden heeft. Uitzicht. Morning. Good morning. Nee, Fred, Nou jongens, we gaan lekker shoppen in Brussel. Even kijken. We kunnen een soort bingo kaart voor Fred starten. Ja. Oh jee, nog een paar. Nog de laatste. De laatste. Helaas. Story van uitgaan of van een feestje. Wie gaat er nou echt veel feesten? Ja, Leeuw Kleine. Eno en Joost misschien? Oh. Oh my god. Wat gebeurt hier? Oh. Pre-drinking? Dit Pre-drink, is een soort van in een kroeg? Ja. Nee. Fout. Spiegelselfie. Anna. Ja? Oh, ja. Oh jee, dit is een normale foto. Oh, ik zie mezelf. Huh? Oh jee. 3. Oh jee. Laatste kans. Nee, dit is geen spiegel. Nee. Oh, jammer. Dat betekent dat ik mijne echt goed moet hebben om gelijk te maken. Ja. Oké. Okay. Story van sporten of sportschool. Ja. Oh, deze moet te doen zijn. Ik denk Giel Belen. Voor zijn sixpack. Ja. Giel. Oh, ik dacht even dat de story leeg was. Je...
Dit is in de sportschool en het staat. Het ik is... vind dat je dat hier was. Oké, dan staan we gelijk. We hebben er nog één. Story van bord eten. Over een bord eten. Misschien Gregor. Kan. Ik ga voor mijn beste vriendin Denise. Ik ga voor Leo Kleinse vriendin. Oké. Okay. Ja, ik denk dat ze samen gegeten. Ja, slim. Oh, dit is een heel slim van je. Oké. Okay. Daar gaan we. Nee! Damn it! Oh, dat betekent dat als ik het goed heb, dan win ik, hè? I am Denise. Oeh. Safe stories. Spiegel. Outfit. Outfit. Oh, daar nee. Is hij. Ja. Disco. Ja. Nee. Oké, we hebben allebei niet gewonnen. We hebben samen gewonnen. We hebben samen gewonnen. Eén van deze dingen gaan we zo een foto van maken. Ja, dat zou ik eens doen. Dachten deze video live is, gaan we allebei een cliché foto posten. Moeten we niet voor elkaar eentje kiezen? Dat is ook lachen. Oh ja, dat is ook leuk. Dan ga ik eentje voor jou. Ik weet het al. Ik weet hem ook voor jou. Story van een kat. Jij moet op de foto met een kat. Dat is leuk. Dat is ik ben heel erg allergisch. Ja. Ik wil dat jij met koffie op de foto gaat. En Marcia, ik hoop dat je het leuk vond vandaag. Ik vond het superleuk. Het zijn clichés, maar dat is ook helemaal niet erg. Weet je wel? Dat wij posten ze ook allemaal. Precies. En, er is niks mis mee. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie gewoon weer bij de volgende video, maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei!